Na al die snoeken is het tijd voor iets anders. Ik ga penvissen op karper met kapucijners. Een prima, licht verteerbaar winteraasje. Dit is een van de twee stekken die ik ga aanvoeren. Om de dag gaat er een blik kapucijners in van 800 gram. Ik heb een week lang gevoerd, dus de basis is gelegd. Nu schakel ik over op kidneybonen. Die zijn iets steviger en ik ga er ook mee vissen. Kidneybonen zijn niet alleen steviger dan kapucijners, maar ook groter. Ze doen het prima aan de haak of aan een her, waarbij je een plastic maïskorrel kunt gebruiken als stopper. Even een uurtje pennen, tussen de buien door. Ik hoop dat de buienradar er niet naast zit vandaag. Wat is dat nou, jongens en meisjes van de buienradar? Dit zijn geen grappen meer. Dit is de laatste keer dat ik een aanbeet probeer te filmen. Verdomme.
Ik kan mijn pennetje bijna niet meer zien. Het is nog akelig koud 's avonds. Tijd om te stoppen. Het is prachtig weer en ik vis een middagje oldschool op groot water. Mijn linkerhengel ligt vlak bij de kant. Er staat ongeveer een meter water met de hele dag de zon erop en daar vis ik eenvoudig. Gewoon boilies op een bedje blikmais. Rechts ligt op het weid. Het is daar een meter of zes diep en daar vis ik met de method en een string. De riks laat ik nog wel een keer zien. Het begint serieus voorjaar te worden. De eerste vis van een nieuwe stek. Het is hier prachtig. Heerlijk rustig. En het fluit hier van alles. Het stikt hier van de vogels. Het fluit, het chirpt en het koekoekt. Nou, ik hoop hier nog vaak terug te komen. Het blad keert terug aan de bomen. Hij komt niet in de recordboeken. Het is een mooie vis en hij gaf prachtige sport. En ik ben er hartstikke blij mee. Ik hoop hem nog eens terug te vangen over een jaar of 15. En nu mag hij weer terug. Mooie vis, een beetje het standaardmaatje in dit water, typische flevovis, een beetje kuit bij zich al veel te zien. Ik ga hem maar snel terugzetten. Water. Ze zijn niet groot, maar ze zijn belachelijk sterk en dat maakt het dan toch weer leuk. Ik ga hem snel terugzetten. Het is ook weer zo'n typisch poldermodel en ook weer berensterk. Een mooi moment om te stoppen, want ik heb honger. Ik ga hem terugzetten. Eén ding is zeker. Ik kom vandaag in ieder geval met een natte onthaakmat thuis. Thank you.
Nou, het was gelukkig maar een kort buitje. De timing van deze aanbeurt was perfect. Het is weer droog, het is inmiddels lekker weer. Het scheelt een jas met een uurtje geleden. En weer zo sterk, hè? Ze zijn echt prachtig, ze zijn heel sterk. Mooie vissen. Echte rakkers. Torpedorakkers. Gaan we terugzetten.